Als u nu kijkt en u twijfelt of u met uw gezondheidsvraag naar uw huisarts moet gaan, bel dan. Uw huisarts kijkt samen met u wat er nodig is om uw gezondheid zo goed mogelijk te houden. Ook in deze tijden. Daarnaast is het zo dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang vindt, maar vaak gebeurt dat wel in een andere vorm. Zo doen we polyklinische consulten, bijvoorbeeld op dit moment vaak telefonisch of via webconsult. U kunt ons bellen, we kunnen videobellen of u kunt, als dat nodig is, langskomen. En dat doen we op een veilige manier. Ook als er aanvullend onderzoek nodig is, zoals bijvoorbeeld een scan van de buik of bloedonderzoek of een aanvullende behandeling, is het veilig om naar het ziekenhuis te komen. Ik adviseer u, bel uw huisarts bij vragen. Wij staan voor u klaar om uw zorgvragen te beantwoorden. Ja, ik denk dat als je gezondheidsklachten hebt, wacht niet langer en neem contact op met je arts. Die kan vervolgens uitstekend beslissen of het nodig is dat je gezien moet worden. En als dat moet gebeuren, dan zorgen wij dat dat veilig is.